Daar gaan we weer. Wow! Mijn shit is net zo roze als mijn hoofd! Dit is een verrader. Deze paprika is één fucking verrader. Bij mijn paprika. Dat is wat ik doe met paprika's die niet kloppen. Vandaag maak ik een video die heet 10 verschillen. Ik hoef het niet eens te zeggen, het staat in de titel. Ik ga het dus hebben over 10 verschillen tussen grote en kleine YouTubers. Want ik ben een grote. Ben ik een grote? Ik weet niet. Ik heb wat te scheid aan van mensen die het zo naïef doen van. Oh, ik vind mezelf geen grote YouTuber hoor. Ik heb wel bijna 300.000 abonnees, maar ik ben niet zo groot. Jawel. Je denkt nu, wow, het is een paprika. Lekker Kelvin, eet hem lekker. Nee. Ik ga mezelf gewoon even plaatsen in het rijtje van grote YouTubers. Want ik heb meer dan 350.000 abonnees. Dat zijn 350.000 mensen. Dat zijn er best wel veel. Mocht ik mezelf nou in het rijtje plaatsen van kleine YouTubers. Dus dan alsnog kan ik meepraten. Want ik kan mezelf echt verplaatsen in een hele grote YouTuber. Namelijk de enige echte Knolpower. Pil. Dat klopt, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Kelvin. Ik bedoel Enzo. Bang bang. Ja, ik heb dus 10 verschillen tussen grote YouTubers en kleine YouTubers. Want misschien vinden jullie dat leuk en interessant om te zien. Ik vond het wel een grappig bedacht onderwerp. Laten we beginnen met nummer 1. What's happening? Het grootste verschil tussen grote en kleine YouTubers is natuurlijk, ja, views. Nou probeer ik niet te zeggen dat zeg maar de views van een grote YouTuber anders zijn dan die van een kleine YouTuber. Want dat is zeg maar nogal logisch, nogal best wel raar als ik dat zou zeggen. Maar het is wel de waarheid. Alleen het verschil zit er alleen in, is dat de perceptie van de views. Dus op het moment dat jij als kleine YouTuber in één keer binnen een dag jouw video had en ik gewoon 1000 views, gewoon in één keer. Dan denk je, wow, mensen, hoe kan dit? What the fuck is dit? Ik word net als Knolpower. Terwijl als je als grote YouTuber, zeg maar, in één keer 1000 views meer haalt dan normaal, dan is het niet heel raar. Dan is het niet zo van, ik heb 1000 views meer, jong! What the fuck is dit? Als jij als grote YouTuber in plaats van 100.000 views in één keer 101.000 views haalt, dan denk je, oh, het is gewoon 100.000 views. Alleen als jij als kleine YouTuber in plaats van 1 view in één keer 1000 views haalt, dan denk je, wow, wat vet. Meer gewoon, zeg maar, de benadering van views is gewoon heel anders. Is gewoon heel anders. Wow, ik schrok me dood. Because it's still have put the heating up. Oké, dag, grote YouTuber. Gelukkig zag ik niet dat ik een Knolpower pet op had. Anders had hij me uitgelachen. What's happening? Verschil nummer 2 tussen grote YouTubers en kleine YouTubers is. En dat zal ik je even vertellen, mensen. Ik ga het gewoon zeggen: doorzettingsvermogen. Oh ja, ik moet nog even public service announcement voordat ik de video. Even allemaal stil. Even allemaal luisteren. In deze video verkondig ik een bepaalde mening van hoe ik erin sta. En mocht dat nou niet overeenkomen met hoe als jij als kleine YouTuber of grote YouTuber over dit onderwerp denkt, dan zeg ik niet dat dit de waarheid is. En tegelijkertijd mag je dan oprotten met je hoofd. Want ik verkondig gewoon mijn mening. Er is een reden waarom kleine YouTubers vaak klein blijven. En dat is omdat ze zeg maar 8 video's maken. En dan denken, oh, ik heb nog steeds 8 views. Fuck, ik stop ermee. En dan ben je voor altijd een kleine YouTuber. Grote YouTubers, en dan heb ik het niet alleen over mezelf. Maar guys zoals Gio en guys zoals Ties volgens mij. Dat zijn echt van die guys die echt al fucking lang video's maken. Maar als je terugscrollt in hun video's. Er zijn tering veel video's waar gewoon niemand naar keek. Alleen omdat ze gewoon doorgingen met filmpjes maken. Toen kwamen ze op het level van een grote YouTuber. En dat is gewoon zo. Als je genoeg doorzettingsvermogen hebt. Je maakt gewoon filmpjes, je blijft filmpjes maken, jaar na jaar, en je hebt geen views. En op een gegeven moment kom je bam op een level waarop je denkt, bam, wow, in één keer ben ik hier. Dan heb je dus doorzettingsvermogen. En daar zal een kleine YouTuber zonder doorzettingsvermogen nooit komen. What's happening? Ik denk dat grote YouTubers over het algemeen ook wat meer opportunistisch in het leven staan. En daarmee bedoel ik dat op het moment als je iets bereikt hebt en dan misschien ook op YouTube, dan denk je, hey, dus er liggen gewoon kansen voor het grijpen. Ik ga ze gewoon pakken en shit. En dan ga je soms gewoon dingen doen of ideeën bedenken of dingen uitvoeren waarvan menig mensen zou denken, hè, waarom zou dat in godsnaam doen? En dan zeg je gewoon fuck it. Dat is ook de reden waarom onder andere ik en nog wat andere lui fiets zijn gestart, omdat wij de kans daar zagen en we dachten, let's go. We grijpen hem gewoon. Terwijl als ik zeg maar 10 jaar geleden dat had bedacht, of in ieder geval dat idee er was en we zouden misschien uitvoeren. Ik zeg nee, ga ik niet doen. Ik denk niet dat ik het kan. Misschien dat je gewoon wat steviger in je schoenen staat. What's happening? Grote YouTubers kijken op een andere manier naar YouTube en naar televisie. Tenminste, dat merk ik bij mezelf heel erg. Want sinds dat ik zeg maar in die contentwereld gewoon een beetje aan het ronddwarrelen ben als een soort van verdwaalde eenhoorn. Eenhoorn, Joost. Alleen dan kijk je ook anders naar YouTube-video's. Je kijkt anders naar televisie. Op televisie kijk je naar zoveel programma's en dan denk ik, fucking kut! Of het is super slecht, of het is gewoon allemaal nep. En dat zie je dan, terwijl jij als consument en als je helemaal geen YouTuber bent of geen maker bent, dan zie je dat niet zo snel. Dat is zo. En als je YouTubers ook persoonlijk kent, kijk je ook anders naar de video's van YouTubers. Want daarin zie je dus bijvoorbeeld dat iemand iets zegt over een andere YouTuber en weet je gewoon, yo, die zijn helemaal niet zo goed, vriend. En toch praat ze erover. Kijk anders naar content. What's happening?
YouTubers, grote YouTubers, kunnen wat beter tegen kritiek. Dat is denk ik over het algemeen wel waar. Ik denk dat veel YouTubers het daar wel met me eens zullen zijn, want ik krijg nogal wat haat. Iemand noemde me laatst gekke Gary in de comments. Gekke Gary! What the fuck is gekke Gary nou? Er zijn natuurlijk genoeg YouTubers die nogal bepaalde dingen doen online. En of het dan gaat over pranks of over het verbouwen van jezelf. In alle gevallen maakt het mij geen reet uit wat je doet. Alleen andere mensen vinden het heel belangrijk om hun mening te verkondigen. En sommige mensen doen dat nogal radicaal. In de vorm van vuile, vieze, kankerhomo. Ik quote alleen maar mensen, hè. Dit ben ik niet. Ik ben quoter. Grote YouTubers krijgen dat best wel vaak. Ik persoonlijk volgens mij niet heel erg, want ik breek nog best wel binnen de lijntjes. Maar ja, grote YouTubers krijgen nogal vaak kritiek en daar kunnen ze dan wat beter tegen. Ze zijn wat meer van steen. En als kleine YouTuber ben je er niet aan gewend dat iemand negatief over je praat. Totdat je eens een keer één comment krijgt waarvan je denkt, hé, dat is niet aardig. En dan voel je je daar kut door. En nu als je kan zeggen wat je wil, hieronder, maar ik voel er toch niks voor. Oké, laat allemaal een haatreactie hieronder achter. Maar echt fucking mooie haatreacties. Gewoon echt even grappen. Of heel gemeen. Ik wil even weten hoe het voelt, want ik vind dat ik niet genoeg haat krijg. Nee. What's happening? Grote YouTubers hebben over het algemeen ook meer ongelezen WhatsApp berichten. Dat is waar. Ik ben er nog best wel streng in. Zeg maar, ik heb denk ik op dit moment niet echt veel ongelezen WhatsApp berichten. Knol power. Maar ik ken YouTubers met echt gewoon tientallen ongelezen WhatsApp berichten. Gewoon tientallen. Omdat ze dan pas geen zin hebben om te reageren. En het is ook wel lastig, want er zijn nogal veel mensen die WhatsAppjes naar je sturen. En dan moet je niet de klootzak zijn die niet reageert. Dus dan ga je het gewoon niet lezen. En dan is het zo van, oh, ik heb niet gelezen. Sorry dat ik niet reageerde. Maar ja, ik heb veel ongelezen berichten en dan raak ik het kwijt. What's happening? Grote YouTubers zijn denk ik ook wat strenger, wat zakelijker. Ja, dat denk ik. Ik persoonlijk wel. En dat komt omdat dit. Kijk, even een situatie, hè, van een grote YouTuber die per dag ongeveer 10 mailtjes krijgt van bedrijven of van mensen die iets van je willen. Zo van, hey, en zo? Ik heb vlogkanaal gezien. Super tof. Zou je eens een keer onze onderbroeken willen dragen in je vlog? We kunnen je er een paar gratis opsturen. Als je dan een vlog zou willen maken en daar de website in zou willen vernoemen, dan zou dat super tof zijn. En dan kunnen we er ook nog wat opsturen. Nog een keertje. Dan heb je 2 keer onderbroeken van ons. Oh ja, we hebben geen budget. Als je dat 1 keer per jaar krijgt, dan denk je, hey, hallo onderbroekenmerk XLFK. Kut. Bedankt voor het aanbod, maar helaas, graag liever andere onderbroeken. Doei. Maar als je het elke dag 10 keer krijgt, dan is het echt zo van, yo, doei. Of je reageert niet eens. Want zo is het gewoon. Je krijgt gewoon een overvloed aan dingen. Het is allemaal heel moeilijk. Nou, dat is niet waar. Maar YouTubers doen alsof het heel moeilijk is. Het valt allemaal wel mee. What's happening? Nummer 8 van verschillen tussen grote YouTubers en kleine YouTubers is privacy. Privacy. Grote YouTubers hebben denk ik over het algemeen nogal vaak, en dat is bij mij ook wel het geval, mensen voor de deur die zeggen, hallo, ik ben Pietje en ik wil graag een foto. Oh ja, ik ben met mijn hele klas en ik sta hier voor je deur. En dan denk je bij jezelf, waarom gebeurt dit überhaupt in mijn leven? En tegelijkertijd kan je niet meer terug. Dus dan moet je een foto maken en ben je aardig. En ik ben ook wel aardig. Ik vind mezelf over het algemeen best wel een aardige man of zo. Ik doe mijn best, laat ik het daarop houden. Kom gewoon niet naar huizen van YouTubers, überhaupt gewoon. En het is vaak genoeg ook zo dat je ergens loopt of zit te eten of zo en dan zie je mensen gluren en dan denk je, oh ja, dat kan wel eens een kijker zijn. En dan zit je vervolgens een uur lang naast iemand in een restaurant die niks zegt en alleen maar raak kijkt en zo zijn telefoon heeft. You think I don't know you're taking the photo? You think I don't know that you're making the photo, hè? Huh? Privacy. Is een beetje naar de klote als je groot YouTuber bent. Maar goed, weet je, je moet niet klagen, want je hebt het toch zelf gedaan. Als je nou echt niet zo je privacy wil verneuken, dan moet je ook gewoon stoppen met YouTube. Dus ik klaag niet, hè. Ik zeg alleen dat het verschil is. Praying hands. Nee. What's happening? Verschil nummer 9 is dat denk ik grote YouTubers wat minder crazy zijn van bekende Nederlanders. Ik zal het je even als volgt uitleggen. Kijk, grote YouTubers zijn over het algemeen iets minder crazy van bekende Nederlanders als ze ze zien op straat of zo. En dat komt omdat je dat wat vaker tegenkomt. Toen ik nog niet zo heel groot was op YouTube, of denk ik gewoon überhaupt 3 of 4 jaar geleden, en ik kwam eens een keer een bekende Nederlander tegen of zo, dan was het echt zo van, daar loopt hij, Willy Wartaal. Ik ken hem van de jeugd van tegenwoordig. Hij maakt leuke liedjes. Hallo Willy Wartaal. Alles goed? Maar omdat je zeg maar over het algemeen wat vaker in de buurt bent van bekende mensen, of je dat nou wil of niet, op een of andere manier gebeurt het of zo. Ben je wat minder zo van, hallo, bekende Nederlander, hoe gaat het met jou? Ik durf je niet aan te spreken. Kendere mensen ga je gewoon wat meer zien als gewoon mensen. En dat hoort ook, want dat zijn gewoon mensen. Dit gaat super arrogant klinken, maar ik heb scheid. Ik heb echt scheid. Als ik zeg maar een bekende Nederlander zie en ik realiseer me dat ik toch maar ongeveer 4 of 5 keer zoveel volgers als hen heb op Instagram, dan denk ik, oké, we zijn gewoon beide mensen. Dus laten we ook gewoon normaal doen. In plaats van die ene persoon hier zetten en de andere persoon hier. Mag je wel elke dag met je bek op tv zijn? Boeit me niks. Bro. Ik denk dat dit best wel een herkenbaar ding is voor grote YouTubers. Of je nou wil toegeven of niet, stel dat je YouTubers die nu kijken. Mocht je nou wil je nou toegeven, dan mag het. Als je niet toegeven, mag het ook. Ik bedoel, lekker ding. Dat is gewoon zo. Maar ja, als je nog niet zo vaak bij bekende mensen in de buurt bent geweest, en dan in één keer zie je ze en dan denk je van, what's happening?
Een verschil tussen grote YouTubers en kleine YouTubers is geluk. Grote YouTubers zijn gelukkiger dan kleine YouTubers. Dat is ook bewezen. Ik sprak laatst met een professor en die vertelde mij dat ik mijn bek moest houden, want het is niet waar. Dus fuck jullie allemaal. Mijn laatste verschil tussen een grote YouTuber en een kleine YouTuber is niet een verschil, maar een soort van een mensen denken dit, maar is niet waar. Ik geloof er niet in dat grote YouTubers gelukkiger zijn dan kleine YouTubers. Dat geloof ik niet in. Dat is niet per definitie waar, want nou, het is gewoon niet zo. Ik ben, weet je, of je nou wow, ik zie echt mooie vrouwen op tv in één keer. Oké, sorry. Grote YouTubers zijn niet per se gelukkiger dan kleine YouTubers. Dat moet je jezelf even beseffen in het hoofdje van je, want zo werkt het gewoon. Ik ben gelukkig. En ik ben misschien wel iets gelukkiger dan 4 jaar geleden of zo. Alleen, ik ken genoeg mensen die groot zijn op YouTube of überhaupt bekend zijn en die helemaal niet zo gelukkig zijn. En dat moet je ook blijven realiseren. Dat als jij klein YouTuber bent, geniet gewoon en wees gewoon niet ongelukkig. Wees niet ongelukkig omdat je niet zoveel abonnees hebt als Knolpauw. Snap je? Wees daar niet ongelukkig door, want het is gewoon een getal. Oké? En alles eromheen hoort erbij, maar dat is eigenlijk echt een kut video. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Volg mij op allerlei sociale media, want dan heb ik nog meer volgers en kan ik nog weer een video maken. Oh, grote Instagram, is klein. Ja, een paprika's eten en mijn webshop kun je allemaal leuke dingen halen. Ik hou van jullie.